Ik ben Michelle en het boek dat ik gelezen heb is De Schilder en het Meisje van Margriet de Moor. Dit is een echte aanrader omdat Margriet de Moor een zeer zacht, maar toch precies taaltje gebruikt waarmee ze Amsterdam in de 17e eeuw beschrijft. Hierdoor wordt alles nog meer geromantiseerd en misschien zie je Amsterdam wel zoals je Amsterdam nog nooit gezien hebt, door de ogen van De Schilder en het Meisje. Dus, hou je van een historisch boek? Dan is dit boek vast en zeker iets voor jou. Elsje Christiaens, het meisje, reist voor het eerst naar Amsterdam, omdat dit haar droom is. Maar eens in Amsterdam betekent dit haar dood, want hier wacht de doodstrap op haar. Je zou voor minder nachtmerries krijgen. Dit boek is gewoon een snelkookpan van emoties en heeft me meermaals diep geraakt. Want aan de ene kant heb je de opgewekte en vrolijke Elsje, die haar noodlot tegemoet gaat. En aan de andere kant heb je de schilder, Rembrandt. Hij verliest zijn vrouw en krijgt dan ook nog eens bakken kritiek over zich heen. Je wil gewoon steeds opnieuw de volgende pagina omdraaien en kijken wat er weer gebeurt. Want dit boek zit zo vol verrassingen. Maar geen paniek, de doodstraf is bij ons al lang afgeschaft. Dus je kan dit boek gerust lezen. En wie weet, misschien zelfs wel in Amsterdam.